De kameelbrug over het Saramaka-kanaal, die de commissaris Wijtingweg met de Bomaweg verbindt, is onlangs gerenoveerd. De brug toonde al geruime tijd mankementen die zo nodig moesten worden hersteld. De renovatie van de brug is onderdeel van de landelijke onderhoudsbeurten die door de afdeling Bruggen en Steigers van het ministerie van Openbare Werken worden gepleegd. Dit onder toezicht van deze afdeling heeft het bouwbedrijf Bouwvast Yankee de renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. Aan de zuidzijde van de brug is een deel van de leuning die eerder door een aanrijding was beschadigd vernieuwd. De werkzaamheden aan de kameelbrug in het resort Saramaka begonnen in februari dit jaar. Het vervangen van de moerbouten heeft ongeveer een maand geduurd. Binnenkort komt de brug over het Wanika-kanaal te uitkijk aan de beurt, waar ook de moerbouten zullen worden vervangen. Doordat deze versleten zijn, zorgen zij voor enorme overlast voor de school in de nabije omgeving. Het ministerie doet een beroep op de weggebruikers voorzichtig om te gaan met de bruggen. Het komt namelijk voor dat leuningen worden aangereden, waardoor het de staat veel geld kost om te herstellen.